Dames en heren, Evert van Apel en Jori Mulder heet u welkom. En vandaag hebben we een competitiewedstrijd voor u. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. Ze verschijnen aan de aftrap in een aanvallende 4-5-1 formatie. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. En ook de tegenstanders gaan van start met een offensieve 4-5-1 formatie. De sfeer in het stadion is fantastisch. De supporters hebben massaal naar deze wedstrijd toegeleefd. Mogelijk een goede kans hier. Dit wordt gevaarlijk. Snel teruggekaatst. Ja, prima paas. Ziet er gevaarlijk uit. Hij raakt de lat, dat scheelde niet veel. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Absoluut goed gekozen. Die voorzet gaat het strafschopgebied in. Oussala. Met die tackle herovert hij de bal. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Ja, dit is toch een gevaarlijke doelpoging hoor. Zo, klem vast die bal. Goeie redding hoor van de keeper. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Oussala. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Ja! Dit was een pittige overtreding en de scheidsrechter besluit dan ook geel te geven. Duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik.
Salah. Voor het doel. Weg met die bal, dacht de doelman en slaat hem weg. Wat gaat hij doen met die bal? Een juweeltje dit schot. Tussen de palen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Het eerste doelpunt van de wedstrijd, Jury. Net wat ze nodig hadden. Ja, en dit is nou echt een wedstrijd die vraagt om een doelpunt. Hopelijk breekt dat doelpunt die wedstrijd een beetje. Nou, daar moet een doelpunt uitkomen. Ja, en nu? Doelman stopt de bal, maar die komt terug. Remakle. Hier wordt goed gepaast hoor. Oussala. Blijf kijken. De bal wordt voorgezet, maar de keeper zit er goed tussen. En nu heeft hij de bal te pakken. Oussala. Dit elftal speelt vandaag als een goed geoliede machine. Ze zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Remakle. Bereikt die voorzet een medespeler? Hij ramt de bal met zijn vuist weg. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Hij kan de bal voor het doel gooien en dat doet hij ook. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. Hier komt hij nog eens langs, de goal die ze op voorsprong bracht. De speler krijgt de bal in de 16 aangespeeld en plaatst hem in de rechterhoek. Prima ingegrepen. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jury. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Nou, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. Ja, prima paas. Ziet er gevaarlijk uit.
Wat gaat hij doen met die bal? Een juweeltje dit schot. Tussen de palen. Nou, daar moet een doelpunt uitkomen. Ja, en nu? Doelman stopt de bal, maar die komt terug. De tweede helft is van start gegaan. Fontaine. Remakle. Dat is de scheidsrechter niet ontgaan. Remakle. Hij is langs de verdediger. Ontwijkt die sliding heel soepeltjes. Mooi gedaan. Ja, hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. Dit is het. Een schermutseling om de bal. Bal nu in handen van de tegenstander. Oussala. Dat is een vrije trap. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren.
Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. En de scheidsrechter staat in de weg daar. Oh, wat is hij toch balvast. Geen probleem. Remakle. Goed gedaan door de verdediger en... dwingt hem gewoon naar de zijlijn. Het team dat aan de leiding gaat, komt met een wissel. Zo willen ze het overwicht behouden en hun voorsprong veiligstellen. Dus snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Hij moet er vanaf van de trainer. Die zal vast niet tevreden zijn over zijn spel. Nee, dat lijkt me niet. Anders zou hij niet wisselen. Maar het publiek steekt deze speler ook niet echt bepaald een hart onder de riem. Hij mag blij zijn dat deze wedstrijd erop zit voor hem. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Ze strijden om de bal. Nog een vrije trap en misschien meteen de laatste kans. Probeert uiteraard het overwicht te behouden en de voorsprong vast te houden. Ze hoeven alleen de concentratie nog te verbeteren en rustig de wedstrijd uit te spelen. De bal. Dit wordt wel een heel belangrijke corner. In deze fase van de wedstrijd
kan zo'n hoekschop heel wat teweeg brengen. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. Houdt hij het hoofd koel? Nou, nu moet het gebeuren. Daar gaat hij. Stop de eerste. Nog een goaltje erbij in deze laatste minuten. Dat is natuurlijk waar ze op hopen. Eens kijken of dat lukt. En heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. Ik kan mezelf amper horen praten, Jury. Het publiek weet dat dit een zeer belangrijk moment in de wedstrijd is. Nou, wat een lawaai, hè? Ja, ze weten dat het elftal moet gaan scoren en toch nog een goed resultaat gaat halen. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Remekle, volley. De bal is voor de keeper. Met die tackle herovert hij de bal. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 1-0. De uitslag is geen goede afspiegeling van de wedstrijd, Jury. Nee, ze zijn niet veel aan de bal geweest. Maar ze hebben wel het maximale eruit gehaald even. En het gaat om de punten. Ja, prima paas. Ziet er gevaarlijk uit. Wat gaat hij doen met die bal? Een juweeltje dit schot. Tussen de palen. Nou, daar moet een doelpunt uitkomen. Ja, en nu? Doelman stopt de bal, maar die komt terug. Gebeuren. Daar gaat hij. Stop de eerste. Nog een